23 maart, wat de 55ste bm feestdag viert. Wethouder Wichele Cinema kwam speciaal voor Rissenswiere klus naar Balsert om de BM van Groep Sois een het onder de riem te steken. De bm wierde wapen met een eigen scheppen en er moest flink groeven worden om de BM goed, stevig, del zetten te kennen. Er waren 22 BM-planten in de wieken noord 2 en in de Hollandia-buurt. En nu? kennen ze maar groeien. Daalme staal uit Snits wil de bestaande bedrooshal onder de Streete maar zo'n 60 meter verlengen. Een voornemen dat op weerstand stuit van Dwarpsbelang Toppenhuizen en huizen en een speciaal jeffwaar oprijchte behoudt behoud buffer op een huizen snits. De omwonenden denken dat er wel oeroplossings mogelijk binnen. Zij willen graag de groene buffer behouden. Directeur Geert Jan Dauma hoopt er. In harmonie uit te komen met alle partijen. De katholieke Sint-Lotgeren in Warkem krijgt een Nij Squalgebouw. De verhuist naar het sportcomplex De Rolpeel, werd in van de voetbalvelden van deze Nijbouw opofferen Wurzel. De voetbalclub van Warkem krijgt je voor een kunstgesfield waarom. Dit zei wethouder Eckhard Quadlin tijdens een vergadering waarin echt voor de sint van de oren het was kwal, belang en de rolpeel. De nieuwbouw van de sint squallen is de eerste stap op weg naar een brede squallen of een multifunctionele accommodatie. De nieuwbouw kost het 1,1 miljoen, maar dit geld is al reserveerd door de oude gemeente Nijverd. Dus kwallen onder de, de Waal voldocht alles kof net meer onder de Juwe Alles zal in het werk gesteld worden om nog dit hier met de bouw te beginnen.